leuk dat jullie er zijn om hier te demonstreren. En ik denk dat er de komende tijd nog wel veel meer zal moeten gebeuren dan alleen demonstreren. Vanaf vandaag zijn alle krakers crimineel verklaard door de politiek. Het verbaast ons niet dat de politiek met haar wetten die zijn bedoeld om het bedrijfsleven en de economische groei te beschermen, nu ook de aanval op ons opent. Maar wij kraken niet omdat de overheid ons is toestaat. Wij kraken voor onze idealen. Net als in de rest van de wereld waar kraken nooit legaal is geweest, zal deze wet krakers ook niet terugschrikken. Het is ook belangrijk om te onthouden dat onze strijd om te kraken niet alleen een strijd is voor onze eigen huizen en onze autonome ruimtes. Bij het strijden voor het kraken strijden we voor betaalbare woningen voor iedereen, tegen de afbraak van sociale huisvesting en tegen gentrificatie van steden. We hebben geen behoefte aan meer winkelcentra, banken en hotels. De steden en onze straten moeten behoren tot het volk. Huizen moeten in gewoond en geleefd worden, niet mee gespeculeerd. Afgelopen dagen hebben we dat met kraakacties, discussies en workshops nogmaals aangetoond. Dat kraken ooit legaal was, was nooit de reden waarom we kraakten. We kraakten niet omdat het bij de wet was toegestaan of omdat de mensen aan de macht zo aardig waren om het ons toe te staan. Daarom zal een verbod op kraken ons niet stoppen. En gaan wij vandaag de straat op, kom ons verhalen. Nog een paar mededelingen. We willen graag de pers en de politie graag buiten de demo houden. Daar hebben we niet zoveel behoefte aan. Er zijn ook nog spandoeken hier bij de geluidswagen. En als mensen ook willen helpen met de geluidswagen trekken, zou het fantastisch zijn. Ja, dan denk ik dat we kunnen gaan.